Zoals jullie weten eet ik altijd paprika's en die koop ik bij de Albert Heijn. Jazeker, lekker paprikaatje. Komt die even happen. Maar nou kwam ik er laatst achter dat je bij de Albert Heijn niet alleen paprika's kan halen, maar ook bananen. Waar ik laatst achter kwam is dat je tegenwoordig bij de Albert Heijn ook je schoolspullen kan halen. Het is geen grap, het is de waarheid. Appie heeft schoolspullies. Het is zo. In het verleden had je bij de V&D de schoolcampus en die hele volledige schoolcampus, inclusief allemaal nieuwe dingen, is helemaal overgeplaatst naar de Albert Heijn, waarmee ze gewoon het grootste aanbod van schoolspullen ter Nederland hebben. Ter Nederland. Van Nederland. En dan weet ik dat de vakantie net begint, maar mocht je nou met ingang van het volgende schooljaar op zoek zijn naar schoolpullen, schoolspullen, ga dan naar de Albert Heijn, want bij de Albert Heijn hebben ze het grootste aanbod van toffe schoolspullen. Het is de waar. Ik ben er geweest. Oké, mensen, dat was even mijn speciale mededeling. Laten we beginnen met de video. Ik denk ongeveer een half jaar geleden heb ik een video gemaakt die heette FaceTime met YouTubers, waarin ik mensen ging FaceTime, onder andere Monica Geuze. En ja, het was leuk, het was mooi. Hey, heb je überhaupt al iets aan? Ja. Oh jezus, je was zo, het was zo, ai. En nou had ik dat eens een keer gemaakt, dacht ik, nou, was wel een leuke video, maar niet heel speciaal of zo. Het is een beetje raar, weet je, YouTubers een beetje zo van, hey, hallo, alles goed? Zo, yo, ik film ook, hè, je hebt geen keuze, je wordt sowieso twee, drie keer bekeken of zo, dus stress, zo. Dus toen heb ik eigenlijk niet meer echt zulke video's gemaakt, totdat ik laatst op een of andere manier bij iemand in de auto zat en die zei tegen mij, yo, Kelvin, man, luister, man, vriend, hey, vroeger had jij zo die gekke serie toch, zo van FaceTime met YouTubers, man, die was koude hard, broer. En als ik heel eerlijk ben, zette me dat op zich wel aan het denken. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik wel even een vervolgdeel maken op de video waarin ik YouTubers FaceTime en vraag of ze gelukkig zijn in het leven, of niet? Yeah, boy! Eerste YouTuber die ik ga FaceTime is mijn grote vriend, de enige echte, meest knappe dude van StukTV, het is Stefan. Stefan, neem op. Hey! Dag zoon. Hoe noem je mij? Dag zoon. Zoon, ben je nou aan het auto rijden met je telefoon? Jawel, ik heb vanochtend nog een video gekeken waarin jullie op de fiets met jullie telefoon. Ja, hallo. Ja, hoe gaat het daar? Ja, gaat goed. De persoon die naast je zit heeft de telefoon vast. Ja, wat is er aan de hand dan? Kijk, ik heb bijna al gestuurd. Kijk dan, hebben we niks aan de hand. Hoppakee. Hoe is het leven? Ja, goed, maar wat met jou? Ja, goed. Ik heb bedacht dat ik eens in de zoveel tijd even met mijn collegaatjes van YouTubers ga checken of ze wel daadwerkelijk gelukkig zijn. Is dat heel spontaan bedacht door jou? Ja. Oké, ja, dan vind ik het oprecht heel lief. Wat, hoezo zou het niet spontaan zijn dan? Nou ja, ik weet niet. Misschien doe ik het gewoon puur voor... Nee, van een camera hier zo voor je neus, weet je? Nee joh, hoe kom je erbij? Je weet gewoon hoe ik in elkaar zit. Hoe gaat het met jou dan? Ja, goed. Ik ben een beetje nerveus om YouTubers te facetimen, omdat ze dan allemaal denken dat ik het voor de views doe. Ja, dat snap ik wel. Wanneer ga jij een KM meisje naaien? Ik zweer het je, ik werd laatst herkend op straat door een van de weirde chick. Toen dacht ik, nee joh, ik word genaaid door hun of zo. Elk raar iets wat er gebeurt, denk ik nu, ja, ik ben aan de beurt. Ja, dat is dus echt kut. Ik heb echt al verschillende berichten van mensen gekregen van wanneer ga je mij pakken en dan moet ik voorbereid zijn. Ja. Ik heb laatst ook eens kuts meegemaakt, ik dacht dat jullie het waren. Ik denk heel YouTube Nederland is nu een beetje bang. Ja, man. Als Kai en ik ineens op de stoep staan. Als er ook maar iets heel geks gebeurt, raak ik meteen in de stress. Dan denk ik, fuck. Misschien wordt het wel allemaal gefilmd. Dat is goed, man. Dat doen we het voor. Dat doen we het voor. Hey, wie hebben er gewonnen met roadtrippers? Ik moet echt je bek houden. Hoezo? Mag ik de eerste niet zeggen? En de tweede weet jij donders goed wat er is gebeurd, vader. Het was gelijk spel. Ja. Alle drie kwamen allemaal tegelijk. Het was echt, dat is niet de mouse, man. Ja. Het was in ieder geval superleuk. Dat is mooi, Kel. Waar ga je nu naartoe dan? Ik heb een optreden in Overijssel, Vierkade. Samen met Frans Bauer en Ronnie Ruijsdaal. Ga jij wel lekker auto rijden? Spijt me, hè? Lieve ja. Jongen, ik dacht dat we zo'n hechte band hadden. En ook, ja, dat is wel waar. Ja, dat is gewoon, ik dacht jij maar gewoon even een lief belletje. Ik feest met jou vaak genoeg en nou is een keer de camera bij en nou is het een keer raar. Ik ben het al gewend, ik vind het leuk. Dat even zwaaien. Zwaaien, ja. Oké, groetjes, succes, ik hou van je. Dankjewel, vriend. Doei. Stefan, dankjewel voor het diepgaande gesprek. Het was leuk, het was mooi. Weet je wat het kut is? Een half jaar geleden kon ik gewoon mensen nog FaceTime. Het was zo van, oh leuk, ja, leuk dat je me FaceTime, leuk dat je vraagt hoe het is, hoe het gaat, bla bla bla. Nu zijn mensen meteen argwanend, man. De community van 2011 is echt verdwenen. Het communitygevoel. We zijn het communitygevoel kwijt. Dat kan echt niet, hoor. Het draait tegenwoordig alleen maar om geld, om fame, om dure auto's. Kan echt niet, jongen. Oké, genoeg gezeik. Ik ben helemaal klaar met die StukTV vibe. Stefan, ik vind je een hele lieve jongen, maar je bent echt zo'n baardaap.
Ik voel aan mijn kijkers dat ze een beetje vrouwelijk schoon nodig hebben. Het is altijd fijn om een vrouw te zien die er goed uitziet. En er is één vrouw op de hele wereld die dat... Er zijn eigenlijk twee vrouwen op de hele wereld. Politiek correcte antwoord, even terug. Er zijn twee vrouwen op de hele wereld die er altijd goed uitzien. De ene is mijn vriendin en de andere... Adanoes. Je bent zeker aan het filmen. Ja! Hoezo? Ja. Ben je niet in de make-up? Nee, ik heb eigenlijk de dag vrij. Oh! Maar ik vind het niet erg hoor. Nee toch? Nee. Hou maar. Ja, ik ga goed. Hoe ga jij? Ik ga even zo, ja? Ja, je mag alles op je... Gewoon een handdoek op je hoofd, maakt me niks uit. Zou je wat... Ik ben even aan het vragen of mijn YouTubers collegaatjes wel gelukkig zijn in het leven. Fucking gelukkig. Yes. Is het je eerste dag rust sinds de bruiloft van Masha en Gregor? Ja, maar echt serieus, want jij weet hoe ik er aan toe was. Deze, mensen, lieve mensen. Ik zal jullie even een verhaaltje vertellen. Anna, Danny, Nina en ik zaten in de taxi vanaf de bruiloft van Masha en Gregor, die trouwens fantastisch was. Dat was zo leuk. En toen kwamen we denk ik rond een uurtje of 4 uur of zo terug in het hotel. Toen liep ze naar de receptie toe. En toen zei ze, yo vriend, over een half uur moet hier een taxi zijn, want dan moet ik weer naar het vliegveld. En Nina en ik hadden zoiets van, ga je lekker. Ja, maar ik moest daarna dus door, meteen naar Glamour. En ik heb gewoon de hele middag nog gesieerd, hè. Ik zag ook je Insta story en zo daarna. Ik dacht, wow. Ik werd die dag daarna wakker en ik had echt nergens zin in. Nee, het was echt heftig. Maar ik heb daarna dus elke dag opnames gehad voor Holland's Next. Dus dit is mijn eerste vrije dag. Hoe vind je mijn broek? Ik heb de tofste broek ever aan. Die had Justin Bieber ook. Ik zag dus, volgens mij was op Danny's story, zag ik die outfit. Ik dacht, ja, fuck man. Een hele outfit game is gewoon echt super whack, man. Met vergeleken met jou. Zullen we samen een keer outfits doen? Wat betekent outfits doen? Wat is dat? Gewoon toffe outfits maken voor elkaar. Ja, deal. Weet je wat mooi was? Ik had ooit ook zo'n video gemaakt. En toen ging ik zeg maar Masha facetimen. Ja. En toen vroeg ik aan haar, mag ik op je bruiloft komen? Toen reageerde ze echt zo van... ik heb de uitnodigingen nog niet. Ja, toen zei ik, ah joh, als je het me niet wil hebben, mag het ook gewoon zeggen. Mag ik op je bruiloft komen? Op mijn bruiloft? Nou, de uitnodigingen die zijn nog niet. wat een... Kut antwoord is dit. En toch was je er. Eerlijk, hoe gezellig was het? Ja. Is dat een spier? Wat zeg je? Is dat een spierbal? je kan... Mensen, dit is Anonoes op haar dismodus. Hoe is jouw happiness level? Ja, gewoon goed. Ja, maar ik wil cijfers meters weten. Oké, 2 van de 3. Dat is top. Nee, ik moet gewoon denk ik een 8 of zo. Ik zeg 8,5. Ik ga met Nina wonen, hè. Dus dat is spannend. Gregor heeft naar mijn contract gekeken. Zo fucking leuk. Ik ben zo blij met mijn broek. Ik kan er niet stoppen met naar te kijken. Ja, laat me nog even één keer aan de kijkertje zien. Het is zo'n vette broek, jongens. Echt helemaal met de hand gemaakt. En het is gewoon dezelfde broek van Bieber. Ik hou zo van Bieber. Deal dat we outfits gaan doen. Binnen nu en een half jaar. Hoe druk ben jij? Ja, niet. Maar jij bent kaulo druk. Ja, maar ik moet nog 2 weken opnemen en dan heb... Nee, nog 3 weken opnemen en dan ben ik weer levend. Ja, maar weet je wat het is? Zeg maar, YouTubers en zo zeggen altijd van ja, laten we gewoon... Ja, volgende week gaan we even bellen. Ja, voor je het weet is het een half jaar later. Zo werkt het. Ik ben gewoon realistisch. Ik ben echt altijd heel snel. Ik wil ook altijd met iedereen filmen. Iedereen is juist druk voor mij. Binnen nu en een maand. Sowieso. Oké, binnen nu. Deal. Hangen. Dankjewel dat je opnam. Dankjewel. Ik lief van je. Oké, kus. Doei. Doei. Focus. Kijk, zo kan het ook, weet je. Je kan gewoon relaxed met iemand even praten, even gezellig lullen en zo. Ja, zo gaat het niet. Het is helemaal niet moeilijk. Ik snap het niet. De volgende YouTuber die ik ga facetimen is Peter. Peter heb ik al heel lang niet meer gezien. Hij reageert niet op mijn WhatsAppjes, hij reageert niet op mijn telefoontjes. Facetime hem elke dag, doet helemaal niks. Als ik heel eerlijk mag zijn, ik vind Peter een lul. Hey! Hey! Hey man bro, hey leuk dat je skibbelt. Ja, ik ben waar ben je? Ik ben in de woonkamer, maar ik ben mafkees. Hey joh, mafkees! Hey joh! Hey, daar moet je! Hey joh! God man, ga naar huis man, mafkees! Deze video had toch niet facetimen met Groningen, is er wel dan? Opgerot nou, ja joh, ja doe je! Dag! Okay. De volgende YouTuber die ik ga facetimen is... Hey man bro! Wat ben je aan het doen? Jij zit ook al achter stuur met je telefoon, dat kan niet man! Bro, ga jij nou moraal weer eruit Oh! Waar ben je naartoe aan het gaan? Nou, ik heb net 3 grote zakken met vuile was, want dat was redden gebracht. Oh, nice! Ja, ik doe het niet zelf. Ja, weet je, wasmachine is ook duur en zo, dan kun je beter gewoon naar een wasseretten gaan die 10 keer zo duur. Ik heb eentje, maar ik vind het gewoon niet leuk om te doen. Hé, maar ik ben even aan het checken met, zeg maar, YouTubers waarvan iedereen altijd denkt, weet je, ze gaan echt lekker en zo, waar jij ongetwijfeld ook onderdeel van bent. Of ze wel echt gelukkig zijn. Ik wil dat je geen zegt van, ja, ik doe of het wel echt zo lekker gaat, maar eigenlijk zijn ze gewoon fucking scared. Maar dat is wel een beetje de insteek. Online kun je alles zo nice maken en zo van ja, happy en gelukkig en shit. Tegelijkertijd zit je ook gewoon in de regen in de auto, terug van de wasseretten. Ja, gewoon super emo. Ja, ik ben op zich best wel gelukkig, man. Ik heb alleen gisteren wel heel veel haat over me heen gekregen. Waarom? Want ik heb mijn benen laatst gelezen, omdat ik op Tarzan leek.
En dat kan niet ofzo. Ja, mensen vonden dat blijkbaar niet kunnen. Maar een haar maakt een man. En ik vind zeg maar, ja, ik weet niet, ik ben het daar niet mee eens ofzo, man. Okay. Maar had je niet gewoon haar van je benen op je hoofd kunnen plakken? Als God me had geblest met evenveel haar op mijn hoofd als op mijn been, dan was ik wel safe, man. Ja, toch? Dat bedoel ik. Ik ben deze guy die gewoon dit, die zulke haar heeft. Oh, hoe ziet jouw been eruit dan? Moet ik mijn been laten zien? Heel graag. Wacht even, wacht even. Kijk, kun je het zien? Jij hebt ook best wel haar, man, bro. Je ziet het niet, je bent blond en blank. Daarom, weet je, het is een beetje onzichtbaar. Maar ik heb wel echt veel van die haren, hoor. Het is best wel kut, eigenlijk. Ja, voor de rest ben ik wel gelukkig, man, bro. Dus met jou ben je ook gelukkig. Ja, sowieso, man. Ja, jij bent altijd gelukkig, man. Nou, nee, man. Nee, man. Sowieso niet. Kijk, wanneer is de laatste keer dat je hebt gejankt, dan? Ja, dat is wel echt lang geleden. Maar ik jank gewoon niet. Dat is het ding. Ik denk dat ik, drie maanden geleden wel echt intens even kut voelde. Maar ja, dan kom ik wel overheen. Ja, toch? Geef even een cijfer voor je leven van 1 op 10. Wow, doe even eerlijk. Eerlijk? Ik denk 6,5. Oké, dat is bescheiden, man. Ja, maar ik wou 7 zeggen, maar ik dacht van 7 is op zich gewoon netjes. Maar ik nu denk van ja, 6,5. Maar het heeft nog heel veel potentie naar nog betere dingen ofzo. Dat is wel goed, ja. Dat is goed, ja. Lief dat je opnam dat je terwijl je achter het stuur zit. Ik heb mijn leven op het spel voor jouw video. Man. Vlogger Nessim Naji omgekomen tijdens FaceTime achter het stuur. Hé, klop af, man. Oké, ik spreek je. Doei. Het was een lekker gesprekje. Ik doe het FaceTime met Nessim en voor je het weet heb je het over beenhaar voor een kwartier lang. Het nice was, een half jaar geleden nam niemand op. Tegenwoordig neemt iedereen gewoon in één keer op. Behalve misschien Marije. Oh joh, Marije. Ik heb Anonoesje gebeld, nam meteen op. Nam Stefan van StukTV, nam meteen op. Nessim nam meteen op. Fucking Marije Zuurveld. Marije Zuurveld. Ik kan hier niet meer. Het is voor mij moeilijk om te beseffen. Ik doe zo hard mijn best. Ik doe zo hard mijn best om leuke video's te maken. Marije, na alles wat we samen hebben meegemaakt, doe je me dit aan? Hoe kan je me dit aandoen? Hoe de fuck kan je mij dit?